De Epilepsievereniging Suriname heeft zaterdag een informatiebijeenkomst gehouden met als onderwerp kinderen met epilepsie. Een van de inleiders was Shirley Heath, manager van de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het publiek mocht vragen stellen over deze aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Epilepsie is een stoornis in de hersenen waarbij grote groepen hersencellen zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd ontladen. Hierdoor ontstaat er, als het ware, kortsluiting in de hersenen. Heath vertelde wat dit voor een kind met epilepsie betekent. In ieder geval, dus om gevaarlijke situaties aan te kunnen thuis, kan je hele kleine, simpele dingen doen als je een kind hebt met epilepsie. Als je bijvoorbeeld tafels hebt met gevaarlijke randen. Je kan rubberen matjes zetten. Leer dat kind als je naar het toilet gaat of naar de badkamer. Doe het niet op slot, want als er iets met je gebeurt, kunnen mama en papa niet bij je komen. Dat zijn om situaties, weet je, de baas te zijn. Op straat, als je een kind hebt, je wil dat kind natuurlijk zo normaal mogelijk laten leiden. Dat kind wil ook dingen doen met vriendjes, fietsen, misschien fietsen naar school. Maar ook tijdens het fietsen zou een kind zo'n aanval kunnen krijgen. Dus het is wel raadzaam dat een kind niet alleen fietst. En dat je een vriendje of vriendinnetje, als die samen fietsen, die toch wel weet van dat kind heeft epilepsie in grote lijnen, wat het inhoudt, zodat die altijd kan inspelen daarop. En desnoods iemand kan bellen als er iets gebeurt. Ook zwemmen. Kinderen mogen zeker wel sporten met epilepsie. Liefst contactsporten, teamsporten. Zwemmen mag ook, maar je zal een kind liever niet in open water laten zwemmen, omdat dat erg gevaarlijk is, vooral als ze alleen zijn. Een kind met epilepsie wordt ook vaak gediscrimineerd, vertelde Heath verder. Zowel op school als in de sociale omgeving kan dit plaatsvinden. Volgens haar discrimineren ook de verzekeringsmaatschappijen kinderen met epilepsie. Als je een verzekering gaat afsluiten, moet je een medisch vragenformulier invullen voor de verzekeraar, waarin je moet aangeven wat je gezondheidssituatie is. Vaak wordt die ziekte dan gelijk uitgesloten. Dat wil zeggen, de kosten worden helemaal niet vergoed. Of die verzekeraars, die verhogen de premie zodanig dat je het niet kan betalen en zelf aanvoelt van nee, ik ga me maar niet verzekeren, want anders moet ik bijna alles van epilepsie moet ik zelf betalen. Dus op die manier worden mensen ook wel gediscrimineerd. Dat was Shirley Heath, een van de inleiders bij de informatiebijeenkomst van de Epilepsievereniging Suriname. Zij is manager van de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De informatiebijeenkomst is zaterdag gehouden in de grote zaal van ons huis.